Straks in september hopen we 1000 mensen te hebben. En dit is dan de voorbode voor de Allee. Mensen kunnen nog in training. De Way to Allee. Sisu heeft weer het looppakketje. En we hopen dat Almelo nog meer in beweging komt. Zonder jullie kant gebeurt er niks. Ja. Eindelijk iemand die het in de gaten heeft. Koos speciaal voor jullie hier. Ja, toch? Vierde jaar ingestapt en we praten, als het goed is, over bijna 100 mensen die meehelpen. Schoenen en dan gaat de eerste loper. Kijk eens aan. Een bekertje water. Een bekertje water. En even onder de boog door. Kijk eens aan. Hij gaat voor de 10 kilometer. Kom maar, hè. Oh, kijk eens aan. Ze gaat voor de 10? Nee, ze gaat voor de 5. Super, nummer 2 op de 10 kilometer op 27 minuten en 27 seconden. Een dame, dit kan niet missen. Heel goed. Wanneer is de wedstrijd? En ze gaat voor de... Wat had ik gevoegd? Teruggelopen. Op 37 minuten en 7 seconden. Ja, het is best warm. Best warm? Ja. Ja. Nummer 1, de eerste pre-allee, 10 kilometer. Je hebt echt de primeur, meneer. En Lienke heeft op de 5 van vandaag. Meneer Koetsier, u heeft zojuist de 5 kilometer gelopen. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 72 jaar. Ja. En u doet dat nog steeds met veel plezier? Meestal weekend, ja. Uit een... wedstrijdjes of zo, dan 5 kilometer. Ook wedstrijden? Nou ja, ik loop wel altijd wedstrijdjes, maar ik loop nooit voor één, dus... U bent meer recreatief lopen? Ja, ja. Als je maar gezond blijft, dan in beweging blijven, dat is het voornaamste. Ja. Hoe lang denkt u dit nog vol te houden? Nou ja, dit ligt er aan... Als je echt geblesseerd wordt, dan wordt het wat moeilijk, ja. Wat u betreft, gewoon doorgaan? Zolang ik kan, dan ga ik door, ja.